Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. Justin, Rick, we staan hier bij Bernard van de Bernarde Situatie, onze nieuwe Felix. Waarom heb je schild? Omdat er gevaar is. Er is gevaar. Je kon het al in het intro shot waarschijnlijk zien. Hier beneden, jongens, worden wij aangevallen door een... Oh, ze zitten daar in de boot met z'n allen. Ik weet niet wat ze in de boot doen. Oh. Maar we moeten onze villager beschermen. Oh, er lopen pillagers rond hier. Oh, achter ons. En, oh, ik heb alleen geen armor. Dan ben ik wel even beangstigd. Vaar hem weg, Justin. Vaar hem weg. Dat is je enige taak die je hebt. Hij gaat er mee. Red ons. Red ons, Justin. Ik ga er vandoor. Waar ga je naartoe mee. Met hem? Dat weet ik nog niet. Ik wil hem nooit meer zien, oké? Dat is goed. Dump hem ergens in de oceaan. Oh, Justin. Ze zijn niet blij. Oh, Justin. Oh, de boot. Oké, ik moet heel even armor aandoen. Maar hebben we dat nog, Rick? Ik heb een gekregen. Hey, joh. Ja. Ja, die lag daar waarschijnlijk in het water. Jongens, ik kom weer terug met hem, oké? Oké, en voor jullie kijkers thuis. In de vorige aflevering was onze kist opgeblazen. Dat hebben we heel even buiten de opname om. Hebben we dat gerepareerd. En dan hebben we ook even onze kisten weer netjes gesorteerd. Het was één grote puinhoop. Dus dat hebben we goed gedaan. Dan ga ik nu even kijken, Rick. Hebben we ergens nog armor, of niet? Nee. Nee, hè? Oké, er zijn een aantal taken voor vandaag, maar voordat we die taken uitgevoerd, laten we eerst even met Justin, laat hem nou gewoon in zijn bootje zitten. Op wie gaat hij schieten überhaupt? Ja, wat doet hij? Hij probeert te schieten, maar dat Oké, kom, laten we even slapen. Ja, maar... En dan, zodra we wakker worden, gaan we onze taken. Ja, maar ik kan hem echt niet meer alleen laten. Mijn beste maatje. Zo, nee. Zoek hem dan uit. Kom, kom Justin, snel. Oké. Snel slapen? Oh, ik moet zelf een bed halen. Sure. Ja, natuurlijk. Maar we hebben nog steeds geen bed. Maak een bed. Een nieuwe. Justin. We hebben genoeg wol. Waar heb je wol? Oh, Justin. Hey. Hallo. Justin, we weten allemaal natuurlijk dat wol, dat even ja, kijken. Hier is. Jawel. Ja, dat ligt natuurlijk, even kijken, hier. Ja? Hoeveel? Ja, niet genoeg. Nee, dat bedoel ik. Maar het ligt er wel. Ja, klopt. Drink ondertussen een sinaasje. Waarom drink je sinaasjes? Je moet wel gewoon even werken. Er ligt echt gewoon niet genoeg wol, inderdaad. Nou, pak er eentje uit het monumenthuis, Justin. Ja, maar dan ben je... En het einde van de aflevering leg je hem terug. Echt? Ja. Ik word beschotten. Beschotten. Kom maar aan, jongens. Wat gezellig dat we hier weer zo liggen. Ja, het ligt wel. Volgens mij snurkt die Rick. Ja, Rick. Ik snurk niet. Oké, neem zijn bedje weer mee. Hoppakee. Er is geen armor, zo te zien, maar wel een kruisboog. En hier ligt volgens mij ook een kruisboog. We gaan toch praten eerst? Hier ligt ook armor. Ja, die neem ik natuurlijk aan. Zo. Nee, we gaan toch eerst praten? Ja, ga jij maar met ze praten, Justin. En dan misschien kunnen we wat overleggen. Ze zijn bij het boothuis hier, bij het monumenthuis. Ik ga even communiceren. Zijn ze? Zou ik gewoon die villager met dat ding op zijn kop doodschieten? Nee. Pas op dat ze de vogel niet... Pas op voor de vogel! Justin! Oh mijn god, ik ga hem doodschieten en dan komt er een reet. Ik heb ze... Volgens mij krijgen we een reet dan, of niet? Nee. Jawel, zo werkt het toch? Volgens mij krijg je dan een reet. Ja, zo werkt het wel, maar niet de bedoeling. Oh. Hoppa, dan gaat deze ook dood. Zo, niks aan de hand, jongens. Ga je hem wegvaren, Rick? Ja, ik neem hem... Als je mij dan even zo de week komt ophalen, dan laten we hem hier gewoon... Gaan we ophalen, Justin? Nee. Nou ja. Oké, Justin, ik ga jij jouw taak voor vandaag vertellen. Ik heb voor jou hier de pickaxe met silk touch. Dan mag jij naar het koraaldinges gaan en dan mag je zoveel mogelijk koraal hakken. Van elk koraal eentje. Hey. Ja, het maakt toch niet uit. Je hebt toch gewoon koraal daar. Daar heb je geen armor voor nodig. Zo, hoppakee. Ja, dan kom ik misschien 100 punten. Doe maar gewoon, doe maar gewoon. Je hebt nu 84 blokjes verzameld. Ik ga even kijken. We hebben in totaal 628 blokjes verzameld. We moeten er 1048. Dus we zijn over de helft. We zijn op 60%. Maar er zijn wel nog behoorlijk wat blokken die we nodig hebben. En het ding is... heel veel moeten we met Silk Touch hakken. Ook nog heel veel hout wat we nog niet hebben. Maar als jij al dat koraal doet, want we komen volgens mij even kijken. Ja, we komen echt nog heel veel koraal tekort. Ja, maar weet je wat we ook tekort komen? Nou? Itten. Itten. Ja, dan moet je even... Dat klopt inderdaad. Dan is dat de taak van mij. Ga ik wel even wat eten doen. Dat vind ik wel lief van jou. En Rick? Ja? Jou de taak om Justin zijn farm of zijn boerderij af te bouwen. Want die is vorige aflevering niet afgekomen. Dus aan jou de taak om hier de boerderij af te maken, de boerderie. Oké, de boerderie. Oké. De boerderie. Ik kom goed hoor. Ja, niet vergeten, hè? Nee, ik zeker niet. Ik ben Omen, ik ga naar onze village toe, dan krijg ik wel eens goed reet. Nee, maar succes. Hoezo succes, jongens? Ik verwacht wel succes. Een beetje heel. We hebben niks. Er is nee, dat niks. Klopt. Oh, dit gaat echt fout. Oké, bescherm ten alle tijden... Wacht, ik ga het hok dicht doen daarboven bij hem. Ten alle tijden moet hier Bernard beschermd worden.
Oh god, waar komen ze vandaan? Van die reacties, jullie doen echt niks tijdens een aflevering. Weet je hoeveel wij doen? Ja, maar Max, er is gewoon echt geen materiaal. Ik heb een boom met 17 durability en een iron pickaxe. En meer heb ik ook niet. Oh, dat zijn ze. En er is ook... jongens, dit gaat helemaal fout. Ik dacht dat het grappig zou zijn, maar nu ik het zo zie, heb ik best wel spijt. Ik wens jullie wel succes. Veel aan. Ik ben even... Ik ga ze gewoon lekker naar jou toe lokken. Wat? Ik ben aan het minen. Je bent aan het minen? Oh, je schild. Oké. Die is voor mij. Maar wat gaan we dan doen? Ja, vechten voor ons leven. Ik denk dat ik toch echt iets moet jatten uit monumentenhuis, want anders heb ik niks. Wat moet jatten? Je kan gewoon blokken verzamelen. Oh god, jongens, ik red ons wel van deze pilletje reet. Jij wel? Ja, dat is mijn taak. Ben je echt in vrede gaan? Nee, ik ga mijn best doen, oké? Ja, je best. Hoe dat zeg, het zijn er wel heel veel. Ik heb een spanner gevonden. Hé, maar we hebben al een... We hebben er al een. Oh jongens, het zijn er echt heel veel. Het zijn er echt heel veel. Oh, lekker, Justin, pak ze! Justin! Justin, daar is de farm aan het slopen. Hey, music disc, die hadden we nog niet. Nee, cool. We hebben wel een jukebox, je kan hem afspelen. Deze moet ook dood, deze man hier. Oh! Oh, Justin! Pas op dat hij hier niet slaat, hij is echt heel sterk. Oh, oké. Max? Oké, ronde 2. Oh nee. Dit kunnen wij, Justin. Dit kunnen wij. Hoogte. Ga op dit ding. Ja, hoogte. Oh. Snel. Hoogte. Heb jij pijlen? Oké, waar komen ze vandaan? Dat weet ik niet. Oh, ze komen van het water. Ze komen vanuit de kistkamer. Oh nee. Oh god. Zolang je niet zo'n groot beest spant. Ik heb 1 arrow. Ja, mag ik die? Ja, hij zit in mijn crossbow. Oh. Kan gebeuren. Ik heb geraakt. Stancy. Goed zo. Ja, ik kom je helpen. Oh, pas op voor die grote man daar. We hebben een boot nodig. Grote mannen. Grote mannen? Nee. Gekke mannen met bij ons. Oh, die rennen. Ja. Ik heb een idee, Justin. Ik heb een idee. Hebben jullie hulp nodig, jongens? Nee, joh, Rick. Stik erin. Ja, dan ga ik maar even door, ja. We hebben jou niet nodig. Oké. Nee, maar fijn dat je dat even zegt. Dan kan ik gewoon door. Justin, ik heb echt een geweldig idee voor die beesten. Die hele sterke. Hier, kijk. Hoppakee. Ja, maar uiteindelijk... Oh ja, kijk. Deze is goed. Deze is nu prima. Oh. Je hoopt het even kist. Ik hoop het die kist, jij hoort dat. Oké, sorry. Ja, maar niet uit. Kijk. Deze guy kunnen we nu gewoon langzaam killen. Ja, goed. En dan gaan we die boot gaan we nog een keer gebruiken. Ja, voor die grote beesten. Nee, die kunnen die er niet in, die grote beesten. Ja, natuurlijk wel. We doen dit gewoon echt met poepspullen, hè. Oké, waar is de rest? Jongens, ik kom eraan, hoor. Ja, wij zijn al... Oh, hier zit er één in de boot. Hier. Justin, hier zijn nog meer boten. Neem ze ook mee. Hier. Zo, pak je die andere boot. Oh, we hebben straks ook van die heksen. Oh, nee. Waarom hoorde ik explosie? Ja, gaat niet erg. Was een creeper bij jou? Oh, zij hier, Justin, bij mij. Kom eraan. Oh, het zijn gewoon makkelijke guys. Deze hebben we. Au. Makkelijke guys. Oh, dat zijn er 3! 4! Oké. Oh, ik ben bijna dood. Oh nee, nu moeten we echt hoogte gaan vinden. Ja, ik wou zeggen, dit gaat wel echt heel gevaarlijk worden. Hey, jongens. Hey, yes. Nee, maar dan valt het zo meteen misschien zo'n magische guy valt ons aan. En dan gaat onze village misschien even goed dood. Oh nee, dat is niet goed. Bomen, hier, op de nieuwe cherryboom. Hey, Rick. Hey, jongens, waar zijn ze? Lukt het allemaal? Ja, we zijn druk aan het vechten, Rick. Nee, maar dan ga ik gewoon even verder met bouwen, oké? Oké, dat zijn ze. Het zijn, tot nu toe ziet het er makkelijker uit, ja. Ah! Oh, nee. Hebben we pijlen... Oh, nee. Oké, Justin, zo één op mij, dan pak jij ze, oké? Oké. Snel, voordat het beest er is. Oh, god. Justin, hij is er bijna. Op wie aimt hij? Hij is er bijna! Hij gaat voor jou, Nee, hij gaat voor mij! Justin! Ik ga naar Rick blokken. Ik heb 2 hartjes! Nee, Alex, hoekie. Rennen. Hij zit in mijn nek. Oké, wacht, dat andere ding pakken. Het zijn nog maar 2, het zijn alleen deze 2. Als we die andere even pakken, kunnen we langzaam dit beest pakken. Oké, wacht, blijf niet te ver. Ja, niet te ver. Rent een stier achter me. Ja, anders gaat het zo mij. Een stier. Okay. Hoe noem je het anders? Oké, wacht, nu ga ik hem slaan. Oh, is je boos op mij? Ja, nee, wacht, lok hem. Blijf een beetje bij het water. Blijf een beetje bij het water in de buurt. Hij kan toch niet zwemmen? Oh, ik kan wel zwemmen. Niet naar mij toe slaan. Ja, nu hebben we hem. Niks aan de hand. Blijf een beetje naar achter varen. Oeh, dit is de tactiek. Oké, we hebben er. Er komt nog 1 ronde als het goed is aan. Nee. Dit is de moeilijkste ronde. Maar weet je, nu kunnen we wel heel goedkoop... Van die rotbeesten. Ja, maar nu kunnen we heel goedkoop zo meteen dinges krijgen. Silk Touch, omdat we Good Omen, hoe noem je dat? Ja. En Rick, die is hier maar gewoon rustig aan het bouwen, hè? Ja, want ik snap het probleem niet zo, jongens. Wat zijn we aan het doen?
Oké, hier, Jesse. Ze zijn hier. Oké, nu krijgen we waarschijnlijk wel zo'n magische guy. Ja, en van, dus die moeten we in een bootje doen. Oh, dit... Nee, die komen niet. Het is gewoon, die doet zo groen in de lucht gooien. Ja, maar die komen echt wel. Oh, oké, ik heb boten. Voor die guys hier, zie je? En heksen, wat irritant. Oh, ze vallen naar beneden. Nee, ze vallen elkaar aan. Hier, kijk, die zit in de boot. Eentje zit in de boot. Dan doen we, die moeten we gewoon killen. De makkelijke moeten we killen en de moeilijke moeten in de boot. Oh, die heksen gaan echt irritant zijn. Oh. Oh, rennen. Ah. Oké, eerst even de guys met de kruisboog inderdaad. Die heksen die gaan ook echt heel vervelend zijn. Oké, dit gaat goed, Rick. Dit gaat goed. Pas op dat je er niet... Thanks, man. Oh, ik zei Rick. Ik bedoel, Jesse, dit gaat goed. Ik vond het ook lekker gaan. Zit hij erbij in de boot? Nee. Die heks moet echt dood. Die heksen zijn echt gevaarlijk. Jezus, wat doen ze... Maar hij hield de hele tijd. Oh, jij is dood. Oké, dan kan deze ook dood. Dan kunnen we de boot weer pakken. Echt? Wat voor potion is het? Oh, dat is wel handig. Waar zijn ze? Het zijn nog maar een paar. Die heksen daar. Hier beneden liggen de heksen. Oké, pak jij die. Dan pak ik deze hierboven. Kom maar, heks. Wist je dat we tegen Rick aan het vechten waren? Hey. Hey, joh. Nee, mijn ex is stuk. Rick, ik ga met mijn shovel vechten. Justin, ik heb je hulp nodig. Kom eraan. Assistentie onderweg. Ik heb slowness. Oké, dus dan gooi je niet zulke moeilijke dingen dus. Nee, dit is hem volgens mij, nee, toch? Nee, dit is hem echt niet. Nee, is dit niet de laatste ronde? Nee, jongens. Wacht even, wacht voordat ik de laatste killen. Ik moet even een nieuw wapen maken. Heel even hoor. Gaat niet goed, of wel? Nee, ik ben een beetje ziek. Je bent ziek, hè? Jij bent ziek, hè, Justin? Ziet er slecht uit. Je bent ernstig ziek. Waar is hij nou? Wacht even met die laatste. Wacht even. Waar is hij daar? Ik ga even een diamond zwaard maken. Ja, maar... Ja, maar... Nee. Nee, dat zijn de laatste diamonds. Ik ga geen diamond zwaard maken. Ik ga geen diamond zwaard maken. Jij hebt een diamond zwaard. Oh, ik kan het ook niet verbergen. Gewoon, dit waren nog geen diamond zwaard. Het is een nieuw item, jongens. Dit hadden we nodig, dit item. Dit is gewoon goed doel. Ja, top. Oké, waar is die laatste? Ja, dat vroeg ik je net. Die is waarschijnlijk helemaal in de grot gevallen. Die is waarschijnlijk met het water. Oh, daar inderdaad helemaal beneden. Het is zo moeilijke. Wacht, ik stuur een boot op hem af. Let op, hè. Kijk, ik stuur een boot en dan gaat hij de boot in. Kijk. Dit is tactiek. Wat is tactiek? Let op, hè. Die boot. Lok hem in de boot. Lok hem in de boot, Justin. Hij is droog. Droge boot. Lok hem de boot in. Ja, je doet de boot te ver. Wacht even. Ja, maar het is een hele sterke. Ja, daarom moet hij de boot in. Kijk, nu is hij boos. Huh? Waarom doet hij niks? Hallo? Hij doet niks. Hij is vriendelijk, deze guy. Hij heeft niet eens een wapen. Kijk hem nou. Hij doet helemaal niks. Nee. Hij kijkt wel echt heel... Ik ga hem wat maken. Waarom niet? Nou hadden we een maatje. Oh, ja, maar ik wil geen nieuw maatje. Oh, het wordt nu ook donker, dus er gaan nu ook andere monsters spannen. Ja. Jongens, snel, iedereen zijn bed in zijn inventory? Ja. Slapen, snel slapen. Slaap. Ik slaap. Snel. Ik slaap. Oké, goed, zijn we even snel door de nacht. Is de laatste, zou dit de laatste zijn? Ja, maar deze is echt moeilijk. Ik kom allemaal van die rotvlinders. Vlinders. Vlinders. Oh, we moeten ook nog naar boven. Rick gaat echt aangevallen worden, we zijn al niet boven. Ik heb geen pickaxe. Zo. Nou, omdat wij in die grot zitten en jij bent als enige boven op het moment. Nee, ik geloof er niks van. Jij krijgt helemaal niks mee van het gevecht. Nee, ik ben gewoon echt... Wacht, die guy moet erin. No. Die guy moet erin. Ja, hier. Oh, hij zit erin. Vexen. Ja, Oké, Rick, nu hebben we denk ik wel hulp nodig. We lokken het gewoon naar Rick toe, het gevecht. Wat is er? Nee, niks en dat. Blijf lekker doorbouwen. Ik maak gewoon een trappetje. Wacht even. Nee. Justin, ik ben hier aan het bouwen. Justin, doe even niet. Oh, mijn god. Wat is er aan de hand dan? Hey, joh! Hey! Sluit hier op Rick. Ga eens weg, man. Zoek even andere. Oké, moeten ze een beetje uit elkaar halen? Oké, dan kunnen we nu. Oh, god. Nee, niet onze farm! Laten we zijn farm in rust. Nee! Nee, kijk nou! Nee! Hij heeft onze hele farm gesloopt. Oh, alsjeblieft. We moeten zelf tactiek doen. Jesse, ga in de bootje in water. Één hartje. Assistentie-collega, ik heb je eten. Please. Oké. Hij moet het water in. Jesse, dit was voor laatste eten. Jesse, nee, kom. Nee. Oh, creeper. Heb je één hartje, Jesse? Ja, ik heb eten. Hier. Die grote beer. Oh, Jesse. Hij komt op mij. Nee, kom er nu heen. Hij moet het water in. Ho eens even. Dit is niet. Ik heb hier niet voor getekend. Oké, komt-ie. Ik lok hem met water in, oké? Ja, is goed. Lok hem. Jij maar even het water in. Oh god, het is hier snel. Jongens, nu is het moment. Oké, goed zo. Blijf hem doodslaan. Hij is boos op mij. Ja, zo pakken we hem. Lekker jongens. Juist, lekker jongens. Oké, nu moeten we die tovenaar verpakken, want die is echt het moeilijkst. Die tovenaar. Nee, joh. Ik vind het wel een beetje vreemd dat jullie mijn hulp nodig hebben. Ik was gewoon rustig aan het bouwen. Okay, ja, nu kan je weer verder gaan gewoon. Ik regel het. Ja, Justin, ik regel het. Ik ben echt bang voor die tovenaar. Ja, ik ook. Dat is hem toch, of niet? Hebben we nog een boot om hem in te doen? Explodeer!
Justin, gebruikte jij de Deep Slate Bricks? Is hij dood, Justin? Ja, hij is dood. Oh. Oh, god. Ja, die ene moet dood. We hebben boot. Heb je nog een boot, Justin? Nee, ik ga stervende. Stervende? Ik ga stervende. Justin, Justin. Nee, ik zit vast. Oh. Oh, mijn god. Ik haat de beesten. Oh. Wacht. Pakken die de villager niet? Nee, toch? Nee, ik hoop het niet. Nee, toch? Oké, okay, kom, kom, kom. Ik ga wel even kijken. We hebben echt boten nodig. Hey, Baan. We hebben echt even... Ik heb twee boten. Ik heb drie boten. Bernard, bedoel ik. Oké. Okay. Ja, hij leeft nog. Hij is aan het viben. Oh, ik jeumig. Ik ben ineens dood gegaan ook gewoon. Jongens, het klinkt een beetje alsof jullie mijn hulp nodig hebben. Ja, pas op dat je een zulling pakt. Ik heb allemaal boten geplaatst, maar hij wil niet zo zitten. Oké, okay, zo. Hoppakee. Oh, oh. Oh, mijn poepie naar die kunde. Morgen. Oké. Okay. Hey joh. Hier, ik ga pakken. Ja, ik heb hem. Lekker. Ik heb hem tot me vandaan. Die hadden we natuurlijk ook nog niet. Gebruik hem niet. Ze zitten erin, hier. En zorg ervoor dat je hem niet vast hebt, hè? Nee. Ja, we hebben hem! We hebben hem! Hey! Hey. Oh, oh mijn god, ik ga dood door die beesten. Oh, wacht. Oh nee, ik ga even goed dood. Help. Hij is heel snel. Ik ben even wat eten aan het pakken. Als je even geduld hebt. Oh. Oh. Ze gaan langzaam aan, Ja, ik ook. Nah, ik wist het. Waar span ik hier? Onze farm is helemaal verwoest. Help. Jongens, het gaat niet goed, hè? Nee. Oh, ja, als jullie mijn hulp even nodig hebben, moet je het gewoon zeggen. Uiteindelijk was dit allemaal nodig, dit. Want we hadden die totem of dying nodig. En dat wist ik, daarom had ik die raid gestart. Ah. Hey, joh. Ja, ja. Echt waar, echt waar. Dit, waarom zijn... Hé joh! Hé, wacht eens even. Laat ze link doden. Ik heb een half watje, dit is niet goed. Wat? Je kan ze ook niet zo makkelijk slaan. Ik heb er nog geen één geraakt. Ik kom er even aan, hoor, jongens. Waarom zijn ze ook zo sterk? Ja. Oh, ze zijn dood, jongens. Maar hebben jullie hier over de village of zo? Ja. Maar de enchantment nog? Die heb ik ook niet. Dus oftewel... Wat? Nu zijn ze niet goedkoper. Is die bij jou goedkoper, Rick? Ja! Ik heb hier wel, hier over de village, 38 minuten. Ja? Oh, kijk even hoe goedkoop hij nu is, de silktas. Kunnen we nieuwe boekjes maken? Ja, kijk, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk het meeste gedaan, dus ik krijg de Hero of the Village. Ja. Oh, en? Hoe goedkoop? Van 24 papier naar 17. Oké. Okay. Silktas is nu van 11 emeralds. Van 15 naar 11. Oké, dan gaan we nu heel veel papiertjes maken, jou geven. En dan ga jij die even dealen met hem. Ja, dat is helemaal goed. We moeten eventjes voor de silktas gaan. Maar waar is de Marbion? De dingetjes. De wat? Waar moet ik heen? Voor die baan. Oh, jij moet naar het koraal, moet jij. Ja. Koraal is die kant op, Justin. Pak een bootje. Heb je nog eten? Nee, dat moet je even zelf regelen. Maar die totem of dying is goed. Weet je hoe dat is best wel een moeilijk item om te krijgen? Zeker als we geen mensen kunnen vinden, weet je? Nee, we hebben echt geluk gehad met deze situatie. Max zit volgens mij alleen maar zijn idee helemaal goed te prijzen. Nee, het was gewoon allemaal de bedoeling, dit. Ja. Ik wist precies dat dit ging gebeuren, gewoon. Ik geloof het niet helemaal. Nee, ik ook eigenlijk niet. Nee. Hier, Rick. Ja, ik ben even met mijn taak bezig. Nee, maar anders je hero of the village duurt niet lang. Oh ja, doe even dit even afmaken. Ja, ik ga onze farm proberen te herstellen. Mijn vogeltje! Weet wow! Nee, dit is die ene die ik echt gewoon 100 afleveringen geleden had gedaan. Zo, lekker Justin. Die je gewoon hebt achtergelaten. Ja, en die is ineens terug. Oh kijk, onze hele farm is gewoon aan stront. Ik ga ze even... Kijk, die Justin is allemaal aan het verzamelen nu. Zoals eigenlijk. Ja. De hele farm. Ja, die dikke man liep er overheen. Kijk, die Justin is in één keer allemaal blokken nu aan het verzamelen. Ja, nu gaan we wel, maar we zitten sowieso nu al boven 60%. Hij gaat upgraden zo. Hij is aan het upgraden. Oh, wat? We kunnen nu inktsacks voor emerald. Ja? En emerald voor glas. Ja, maar dat is niet zo bijzonder. Nee. Maar, misschien dat de eindupdate wel handig gaat zijn. Wie weet. Zo. Dus kijk, die Justin is verzamelen, joh. Als een malle. Hij moet nog wel een stukje, hoor. Ik, hè? Max, kom eens. Ja? Hier heb je al die bokzooi terug. Doei. Oh, top, denk je. Bokzooi. Ja, maar jij moet wel blijven trainen met hem ook, hè? Als extra taak. Ja, maar jeetje. Dat stond niet op de planning. Nee, maar de hele raid stond niet op de planning. Oh, ja, nee. Raid stond niet op de planning, Rick. Mijn raid stond zeker wel op de planning. Waarom heb ik heb heel veel spullen van Justin. Ik heb trouwens 3 ominous banners. Waar ga ik die hangen? In het huis hier. 1, 2, 3. Weet. Ja, hè? Ik weet niet eens wat voor taak ik voor mezelf had. Omdat er gewoon zoveel chaos was. Eten. Ja, oh ja, eten. Maar daar ben ik mee bezig. Daar ben ik druk mee bezig. De hele farm is... Ik ga even een nieuwe hoe maken, want de hele farm moet gerepareerd worden. Waar is eigenlijk de diamond hoe naartoe? We hadden een diamond hoe. Ja, die is echt al eeuwen stuk... Of verdwenen gewoon. Echt, Justin? Waarschijnlijk een keer in de lava door Justin. Ja, het zal dus niet. Huh? De totem of dying gaat in het monumenthuis. Dat meen je niet. Ja, die gaat gewoon prachtig... Justin, nog 3. Hier doe ik hem bij.
Wat? Zo. Justin, nog twee. Dan ben je... Dan heb je 100 items verzameld, Justin. Kijk, die Justin is gewoon in één keer alles aan het verzamelen. Maar welke moet ik nou daar? Zal ik eens kijken? Ja. Terwijl hij al zijn oude taak heeft verwaarloosd. Ik ga voor jou kijken, Justin. Jij moet nog al die... je moet nog een fire koraal, een rode en een paarse. Dat zijn gewoon koraaltjes. Niet blokken, maar koraaltjes. Dus je bedoelt deze? Ja, en dan ook nog een paarse, bubbel. Dus een beetje magenta is die. Ja. En neem er extra veel mee van alles, want je moet ze ook nog een keer op de grond plaatsen, wachten tot ze doodgaan en dan moet je ze opnieuw hakken. Ja, dat is het. Nu heb je al het koraal wat je kon hakken. Echt? Ja, dus nu terugkomen hierheen. Heb je van alles ook twee, Justin? Jawel, dat ja, is voor het monumenthuis. Wat Rick. Justin. Rick. Luister nou even. Luister nou even. Justin, niet zo eigenwijs nou. Ik ga alweer naar beneden. Dat doe je goed, Justin. Kijk, soms kan je wel een beetje luisteren. We zijn wel soms trots op je aan het worden, Justin. Nou, trots is een groot woord. Ja, je kan iets. Wel? Ja, je kan iets. Je kan helemaal niks, Rick. Zo, twee golden hosts nou, gemaakt, oké. Okay. Ja. Ik wil niet veel zeggen. Nou, nee, dat dacht ik al. Dus ik zeg het ook niet. Nee, hou je kop maar dan. Je hele farm moet gerepareerd worden. Ja, leuk fan ben je. Een stront geholpen. Ja, best wel, hè? Zeggen meerdere mensen. Zo. We hebben nu tot nu toe elke video hebben we iets terugkomends. Maar deze video hebben we dat nog niet. We moeten even... Wat wil je dan terug laten komen? Ja, weet ik niet. De humor? Nee, de humor die gaat denk ik nooit terugkomen. Nee, dat is wel verleden tijd. Ja, trouwens, je moet het wel ooit gehad hebben om het terug te laten komen. Dat is waar. Dus... Er zijn momenten dat ik heel grappig ben, hoor. Maar die zijn niet nu. Nee. Ik moet echt nadenken, maar die momenten ken ik niet. Dat ben je gemeen. Ja, maar ben je even gemeen. Maar gemeene mensen kunnen ook aardig zijn. Stomme zombiebeest! Nee, hij is nog recht op leven. Nee, hij is dood. Hij is vermoord. Nee, waarom? Hij had geen recht op leven. Van wie niet? Van mij niet. Jeetje. Jij hebt ook geen recht op leven. Van wie niet? Van mij niet. Jeetje. Jemig. Diepe gesprekken hier. Jemig. Oké, ik kom even wat eten brengen bij iedereen. Oh, lekker. Oké, ik heb een vraag voor de kijkers. Nou. Ja. Eten jullie kaas met of zonder korst? Zit er korst op kaas? Ja, van die snijden. Ja, ik hou niet van kaas, dus ik... Oh, je houdt niet van kaas, hè? Je bedoelt dan niet die plastic wat je altijd af moet halen? Ja, dat... Nee, maar dat eet je toch niet op? dat is gewoon plastic. Justin, dat is de korst. Ja, maar dat eet je niet. Eet je de schil van een mandarijn, Justin? Nee, want ik eet niet zo vaak mandarijn. En een banaantje dan? Eet ik helemaal op. Met schil? Nee, tuurlijk niet, hallo. Maar waarom eet je dan wel een appel met schil? Omdat het gewoon hoort. Jongens, het is tijd om te slapen. Maar het is Erik, zover. Je eet toch niet plastic? Dat dacht ik. Zo. Daar was het onderwerp beëindigd. Volgende onderwerp. Over kaas. Iedereen zijn bedje weer meenemen. Ah! Wat Justin! Wat vind je ervan dat Max kaas niet lekker vindt? Ja, dat vind ik wel, jongens. Wie lust jij kaas? Ik lust geen kaas. Dat is heel stom. Kan je een poll? Je kan toch een poll via het i'tje? Ja, dat ga ik vergeten. Nu even een poll. Oké, Justin, nu moeten ze allemaal dood. Maar niet dat blok. Alleen deze moeten dood, inderdaad. Alleen de coral ding. En dan moet je ze weer met silk touch hakken. Sterf. Spanelijk. Zo. Nou, dan hak je hem weer. Hak nou! Hey! Maak even een rijtje, dan kan je in één keer ting heel veel items achter elkaar doen. Dat is leuk. Oké, vooruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, en dan toen. 8, hebben we allemaal nieuwe blokken? 8, 9 zelfs! Heb je nog meer? Weet ik niet. Komt ie. Ik wil blokken ook gratis blokken. Nee! Nu heb ik ook heel veel nieuwe... Justin heeft er letterlijk maar twee van alles. Je krijgt ze wel hier weer, Justin. Oh, Justin ja, heeft ze terug. Dus. Jongens, ik ga dat echt niet allemaal in het monument uitstoppen. Ja, dat hoort bij je taak, Justin. Kom maar, ik help wel. Maar die blokken hoeven niet? Jawel, die moeten ook. Die hadden we. Die blokken hoeven niet ook, want die hadden we al. Allemaal. De dode blokken. Waar ligt het koraal? Alle blokken al. We hebben nog geen koraal. Waar ligt de dode koraal? Jawel, we hadden... Oh, dat ligt nog hier. Zo, kijk Justin. Ik maak even een nieuwe kist daarvoor. Even kijken. Hier, deze is nog helemaal leeg. Dan gaan we hier al het koraal in doen. Van alles eentje. Oké. Zo, kijk, dit is dood koraal. En dan kan jij het levende koraal erbij doen. Misschien jij wilt dat. Ja, klopt. Hier is trouwens eten voor Justin. Waar is mijn eten? Oh ja, sorry. Ja, jij was weg net. Waar ben je nu? Ik ben letterlijk gewoon mijn taak aan het volbrengen. Hier, kijk. Kan je het even omhoog gooien? Ja? Nee, ze zijn rauwe aardappel, man. Ja, meer heb ik niet. Stop hem dan op zijn minst in de oven. Ja, die hebben we niet. We hebben geen kool. Ja, we zijn net arm. Verbrand dan hout. Ga dan kool hakken. Maak een nieuwe dag voor jezelf. Oh ja, we hebben hier een dingetje. Ik ben toch eten aan het regelen? Nou, lekker eten regel je, man. Verdorie. Dit is gewoon lekker eten. Rauwe aardappel. Heerlijk. Nom, nom, nom.
En ik kan op zijn minst een dankjewel zeggen, Rick. We leven echt in een trieste omgeving. Echt een armoede. Elke aflevering worden we voor armer in plaats van... We halen nieuwe blokken, maar toch worden we armer. Ja, het is echt ongekend. Dat komt denk ik door degene die dit allemaal bedenkt. Ja, dat denk ik ook. Mm-hmm. Maar waar moet ik nog meer aan? Ik ga wel even kijken. Slash... Kijk even, je moet allemaal dingen met Silk Touch zakken. Dat is helemaal jouw taak. Slash... Spannen, hoe heet het? Lobby? Slash trigger. Jezus. Trigger lobby. Nou, Justin. SMK. We moeten... Jezus. Ja, hoeveel hebben we in totaal, Justin? Hoeveel blokken? We have 659 blokjes van de duizend. 659? Hoeveel procent? 63 procent. 63? Dat gaat echt de goede kant op. Ja, dat zeg ik. Dit gaat serieus gewoon goed. Oké, dan heb ik ook weer, ga ik ook even iets doen. Ik heb een leuk idee. Ook iets doen? Ja, ook iets. Ja, eten is voorbij. Ik heb eten gehad, jij hebt eten gehad. Ik heb een rauwe potato gehad, Max. Ik ben van de basis verdwenen. Ik ben op weg naar een nieuwe taak. Max, dit is niet hoe dit nu in elkaar steekt. Nou, het is toch zo in elkaar gestoken. We moeten ook nog naar de end. Ja, oh. Moeten we ook nog doen. Daar heb ik dus even helemaal geen zin in. Nog niet, nee. Het zijn echt barre tijden, zeg. Justin, wil je even misstoppen? Hadden we al rauwe kots? Kots. Ja. Kot? Nee, rauwe kots. Ik heb wel alleen gebakken kots. Nee, kot als in een kabeljauwtje. Oh, zeg dat dan. Ja, dat zeg ik toch? Nee, hebben we nog rauwe kots? Nee, dat ook niet. Vervelende Jochen. Wie? Rick. Nou, Jochen. Hey. Ja, meer fout, Justin. Hé, hey, deze zijn nog niet geloot of wel? Een trashje map. Hé, hey, een trashje map met daadwerkelijk een trashje. Oh, dan kunnen we zo'n community het... Dat ga ik nu doen. Nou. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Wat? Moet ik dan zeggen niet of zo? Nee, gewoon goed bezig, Max. We zijn trots op jou. Goed bezig, Max. Laat zien dat je ook zo doet. Ja. Oké, okay, ik ben druk op mijn map aan het kijken. Waar ik heen moet. Ik heb je twee eieren. Toevallig niet. Toevallig niet. Dat vind ik heel raar dat je dat toevallig niet bij je hebt. Moet ik weer helemaal naar het monumentenhuis om daar weer uit te jatten. Toevallig heb ik... Oh, ik had het wel trouwens. Thanks, alsjeblieft, Pik. Ik ben echt lief van jou. Ja, maar ik ben ook best wel lief. Oh, ik beweeg op mijn kaartje. Ik ga de goede kant op. Waar ben je? Ja. Deze piraat. Hoppatee. Justin, je zit nou gewoon onzinnige dingen te maken. Ja, dat deed de vorige aflevering ook. Hé, hey, een schildpad! Als ik die nou... We hebben zo'n schildpad-ei nodig, zag ik net. Hoe fix je dat? Wachten. Je moet ze laten hatsen batsen. Ja, dan hebben we er nog eentje nodig. Ik ga deze meenemen op avontuur, als dat kan. Joh, mag. Ik denk dat hij dat toch gezellig vindt. Ja, ik neem hem mee op avontuur. Een schildpad. Dat hij dat tijdens die hele avontuur gaat bevallen. Oh, en ik kom ook in de buurt van de schat. Ik heb geen idee, jongens, wat ik aan het doen ben. Nee. Wat ben je aan het doen, Max? Een schat gaan aan het zoeken. Echt? Zijn jullie ook weer geüpdate? Thanks, man. Ja, geen probleem. Oh, nee. 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 De borden zitten nog voor. Nee. Oh, dit is echt heel lullig. Justin is ondertussen druk bezig voor je. Ja. De boorden zitten nog voor. Ik weet precies dat het daar is. Oké, dan weten we, dan moeten we nog boorden. Ja, Justin, kan je nog even heel veel blokken verzamelen? Ja hoor. Ik zie waar ik heen moet. Ik kan er nog niet komen. Niet. Nee, heel lullig dit. Ja, dat is... Nog een schildpad! Wacht even hoor. Nog een schildpad! Ik maak even nog eentje voor je. Moment hoor. Klein nog een schildpad? Ga je er eentje maken? Oké, ik neem deze. Wacht, ik ga deze in een boot doen. Kan hij niet ontsnappen. Zo, ik heb er twee in een boot gedaan. Ik ga ze om zijn beurt even meenemen. Maar om onze beurt, hè? Ja, ja, kan niet tegelijkertijd. Dan gaan ze met elkaar overleggen, natuurlijk. Je wilt niet weten waar ze naartoe gaan. Cartography table. Ja, uiteindelijk moeten we het hebben. Dat bedoel ik. Hé, hey, een ruined portal, dan ga ik kijk even. Misschien niet een keer van die reacties van... Krijg je er echt reacties over? Ja, verschrikkelijk. Ik heb allemaal brieven gestuurd. Brieven aan naar huis. Gewoon een brief. Formele brieven dat je gewoon niet zoveel doet. Ja, doe eens wat. Beste Justin, ga iets doen. Groet. Dit hadden we... Ja, klopt. Ga eens wat doen, jongen Justin. Jezus, Justin. Een lelijke auto. Groetjes, Rick. Nee, brieven gestuurd. Ja, klopt. Dames en heren, Justin heeft een nieuwe auto gekocht. Rick, heb je toevallig nog meer eieren op zak? Toevallig wel. Hoezo? Wil je er iets mee? Hoeveel is het? 6. Oh, die wil ik wel. Ik heb een piratenskin trouwens aan, zie ik nu ja, pas. Ja, ik zag net ook een oogwapen. Ik denk, nou, of hij is in de dokter geweest. Maar... Nee! Ik heb gewoon mijn Content Face skin aan al die tijd, zie ik nu. Ik ook. Rick, dat is 1. Heb jij ook je Content Face skin aan? Mijn rode pak. Oh, ja, ik... Dus 1. Hoeveel heb je er nodig dan? Ja, alles. Nee, ik heb niet alles. Hier, dit is het enige wat ik heb. Enige.
enigste. Is de enigste wat ik heb. Klinkt toch veel leuker dan enige. Ja, als je enige gezicht ermee gewoon een beetje... Ja, maar nu betrekt Rick veel meer mensen erbij. Door die S. Ja, en zo werkt het wel. Jongens, ik verwacht een welkomstcomité. Ik heb echt, lijkt wel de Ark van Noah met alle dieren met wie waar ik nu mee bezig ben. Ja, ja. Dus ik verwacht een welkomstcomité bij de Monumenthuis. Absoluut niet. Waarom niet? Rick, wacht je op. Ik ben druk bezig, Max. Ik moet mijn taak volbrengen. Ja, ik moet zeggen, de schuur ziet er wel al ver uit. Ja, omdat je ver weg bent, zeker. Ja, ik kom nu iets dichterbij, dus nu zie ik hoe lelijk die eigenlijk is. Gast, ik zie je met je raft. Hier, ik ben de Ark van Noah. Je hebt ook letterlijk een papegaai op je schouder. Ja, daarom. De Ark van Noah. Ja, ik had een papegaai en weet ik wat. Ik zei dat je piraat was met je roeiboot. Zo, kijk, we hebben hier een ding is. Even slapen weer, jongens. Tijd om te slapen. Allemaal naar het kampvuur. Ja, maar Ark van Noah bestaat niet. Hoezo niet? Is die in? Dat is Noah. Is die, ga nou even slapen. Ga nou even slapen, is die. Jezus. Je zegt allemaal dingen verkeerd. Ze leren de kinderen het helemaal verkeerd. Het is een Ark van Noah. Nee, het is de enigste. Nee, het is Ark van Noah. Ark van Noah. Noah. Nacht van Noah. Jezus, leer nou eens. Leer nou eens. Ik ga kijken, want volgens mij, een paar afleveringen geleden kon ik spruishout vinden, althans bomen. En die saplings hebben ook eens zo nog nodig en die leaves en zo. Dus ik ga even kijken of die nu beschikbaar zijn. Dat vind ik een goed idee. Ja, hè? Hashtag doe je best. Hashtag dankjewel. Hashtag geen probleem. Hashtag. Ik ben weer sloom. Nee, Rick, jij mag niet meedoen met hashtags. Waarom mag ik niet meedoen met hashtags? Het is niet grappig als jij het doet. Waarom mag ik niet meedoen met de hashtags? Waarom word ik nu alweer buitengesloten? Het is niet grappig als jij. Hoe lang doe je ding is nog? Pizza's. Hero of the Village. Jongens, ik ben sterkende met een Silk Touch pickaxe. Helemaal niet. Nee, 19 minuten. Wat zei je, Justin? Niks. Je gaat niet dood, toch? Justin. Waarom zei je, toch wist je beetje. Ja, ik twijfelde of ik het goed hoorde. Rick, je moet even blijven dealen met de man, hè? Ja, maar ik heb niks. Ja, al die dingen liggen daar, al die dingen. Maar dat heb je mij niet verteld. Nu vertelt hij het. Ik heb het nu verteld. Ik vind je gedrag even niet leuk, hè? Sorry, het spijt me, ik zal erop letten. Dankjewel. Nee, maar dan liggen we even op één lijn, weet je. Mm-hmm. Maar alsnog ga ik het niet doen. Jongen. Ja, man, ik moet me focussen op een taak. Eén team, één taak. Ja, maar jij bent de enige die niet dood is gegaan na die dingen, omdat je niet geholpen hebt. Ja, maar dat noemen ze professional. Schiet je professional. Wel? Hij leeft nog! Ascensie! Wie leeft nog? Ja, iets! Nee, ik wil echt niet! Justin, wat doe je nou weer? Ja, Justin heeft een Silk Touch pickaxe, hè? Ja, Rick, beschermer. Zie je mij echt boeien? Die hadden we nog niet! Nee, dat klopt. Maar is alles zo sterk geworden? Maar die hadden we ook nog niet! Een makkelijk spelletje. Ik ben allemaal nieuwe bloemetjes aan het verzamelen. Wat doe je dat goed, Max? Ja, hè? Goed hoor. Ja. Je moet ook nog steeds bijen vinden. Dat vind ik wel een nieuwe taak voor Justin. Ja, maar dat komt volgende aflevering wel. Ja, dat dacht ik. Max, die meloenen, die doen echt niks. Je eet nee, één klopt. En je moet 3 miljoen jaar wachten voordat je iets bij hebt. Klopt, dat is echt poep. Waarom geef je het dan? Ja, ik heb de wortels genomen. Ieder krijgt zo'n beetje. Hey, hier zijn de spruisbomen. Zijn ze al beschikbaar? Ja. Oeh, en ijs hebben we hier, dus dan kunnen we met Silk Touch ook dat hakken. Maar dan komen we nog net niet bij, dus we moeten nog iets meer hebben. Oh, ik zie 1 spruisboom, volgens mij, die kan hakken. Ik? Ja, jongens, ik kan spruisboom maken! Eindelijk, een nieuw soort hout! Nee? Ja! Hè? Ja, hier. Oh, en het zijn er ook gewoon... Ik heb geen axe bij me. Oh mijn god, ik ga nu een axe... Ik ga hier even deze boom hakken en een axe maken. Hashtag nu. Hashtag niet voorbereid. Nee, Rick, jij mag niet meedoen met de hashtags. Waarom niet grappig als jij het doet. Ja, maar waarom mag ik niet meedoen met de hashtags? Het is niet grappig als jij het doet. Ja, maar ik heb niks fout gedaan. Nog niet, nee. Nou. Aanwezig zijn gaat wat is het. Ik ben hout aan het hakken met een houten pik of een houten axe. Dat is echt helemaal poep. Volgens mij moeten we ook nog. Als ik dit doe. Komt ie? Oeh, oh. Huh? Dat moest, huh? Ik hadden heb het al gedaan. Ik heb vrijwel alles van spruce gemaakt. Behalve de saplings heb je natuurlijk nog niet. Nee, dat klopt. Maar dat was sneeuwbal al? Nee, hè? Nee, dan kan ik een sneeuwbal. Hier, sneeuwbal. Hoi. En dan kan ik met sneeuwbal een sneeuwblok maken. Hoi. En dan kan ik daarmee. Oh, ik dacht dat ik een carpet kon maken. Ja, dat dacht ik gewoon even. Je moet niet zoveel denken. Sorry. Had je ook al van alles dat wood gemaakt? Dus zeg maar met alle randjes. Meeste wel. Ja, ook van spruce? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Even eens kijken. Kijk jij maar eens even. Dat heb je gedaan. Jemig. En heb je dat ook al gecarved? Goed, hè? Dat heb je allemaal al gedaan. Ja, maat. Ik zei toch. Maar dan hebben we letterlijk alleen de sapling nodig. Ja. Dat is echt heel stom. Dan heb ik echt gewoon... Dan is spruishout helemaal niet meer zo heel nodig. Heb je ook wel deuren en zo gemaakt? Ja. En volgens mij ook wel boten. No. Jongen. Ja, wat? Wat zit jij gekke geluidjes te maken? Wat is er aan de hand? Ja, niks. Een sapling, kom op.
1 sapling even nodig. Nu, tjoekoe, tjoekoe, tjoekoe. Wat ben je allemaal aan het doen, Justin? Overleven! Overleef! Overleef! Waar is hij aan het overleven? Volgens mij ook. Alles voor de wetenschap. Wat voor wetenschap? De leuke wetenschap. Ik heb een kool nodig. Ja, dat is op. Ja, waarom hebben we dat niet? We hebben niks. We zijn echt skeer. Waarom zijn we skeer? Ja, dat zijn we altijd al geweest. Doe er iets aan, please. Hij is stervende. Lekker. Wie ben je aan het doodmaken? Ja, Justin, wat ben je eigenlijk aan het doen? Je bent echt een lang gevecht aan het doen, maar ja. Ik heb geen idee wat. Nou, alles voor de wetenschap. Ik heb echt geen idee wat je aan het doen bent. Nee, niet nog één! Ik wil het één. Niet! Oh, Justin is bij die C-dinges. Nee! Dat ben ik niet. Oh! Waar ben je dan? Ja, ben je gewoon. Waarom valt er nou geen sapling? Irritant. Hij staat naast me! Hij staat naast je. Ik ben echt even blank gewoon. De warden? Nee! Hey, ik heb een spruce sapling, jongens. Oh. Dus we kunnen nu ook spruceboompjes laten groeien thuis. Dus ik ga even iets meer meenemen. Dat doe je goed. Ja, dat vind ik ook best wel leuk. Hij is de warden aan het aanvallen. Nee, ben ik niet. Enderman! Nee, ook nee! Niet nog één! Wat ben je aan het doen? Nog één? Ja, gewoon. Je weet wel, als je er eentje hebt, maar dan nog één, dan heb je dus nog één. Ik ben zo benieuwd wat hij aan het doen is. Ja, ik heb echt geen idee. Dat is waarschijnlijk wel echt tegenvallen. Ja, maar alles wat je doet is tegenvallen, Justin. Dus vind het best wel leuk, Rick. Leuk, hè? Zelfde dag. We hadden ook al buttons. Pressureplate. Ik denk Brokken het gaan maken. Ik weet het niet. Ik denk het wel. Schrik, jongen. Probeer het maar gewoon. Ja, wat? De man heeft alles al gemaakt. Ik moest toch punten scoren voor mijn shout-out. Gast, ik heb alles gedaan. Echt alles. Ik ga wel nog meer bouw maken, gewoon. Met een houtex. Nee, ik ben gewoon een bouwjust. Ja, ik zag net iets wat we nog niet hadden. Alleen, ik ben nu kwijt. Maar wat is het dan, Justin? Ja, gewoon iets heel vets. Waardoor deze Minecraft... 4 saplings. Nice. Ook nog meer hier. 5? Ik heb 7 spruce saplings, jongens. Dat is wel genoeg. 8 zelfs. Ja, dat is genoeg. Dat is genoeg. Dat is genoeg, hè? Ja. Dat vind ik wel genoeg. Ja, maar het maakt niet uit wat jij vindt. Justin, wat vind jij? Ik vind het te weinig. Ja, dan ga ik wel door. Nee, het is genoeg. Nee. Ik ben het eens met Rick. Dank je. Ja, ineens wel. Je bent echt een overlopertje. Kijk, ik heb er nu 10. Nee, ik heb er 10. Ik heb naar jou geluisterd, Justin. Ik heb er 10. Ik heb er 11 zelfs. Wil je er eentje weggooien? Dan heb je er 10. Nee, ik heb er 11. Eentje weggooien. Eentje. Ik gooi hem buiten de boorden. Ik wil dat je er 11 hebt. Ik heb hem buiten de borden gegooid. Oh, ik heb ze allebei opgepakt. Zijn er nu 13? Nee, 11. Nee, het zijn er nu 13. Ja, dat snap ik, maar... Het zijn er nu 13, Justin. Ja, dat snap ik ook wel, maar... Nee, Justin, Zijn er 13. Oké, ik loop nog heel even langs de borden en dan kom ik weer langzaam naar huis. Ja. Dan ga ik ze allemaal thuis planten en hebben we gewoon heel veel nieuw hout. Eindelijk een keer. Maar dark oak moeten we ook nog en acacia ook nog, volgens mij, toch? Ja. Correct. En that's it, toch? Ja, dark mangrove... Dark oak heb ik ook al veel van gemaakt. Ja, maar we hebben ook de sapling nog wel nodig. Nee, de sapling hadden we toch? Oh ja, we hadden 1 sapling inderdaad. Maar even goed is wel handig als we uiteindelijk dark ook hebben. Dat is waar. Nou, dat is op zich vrij handig, Justin. Nee? Justin, vertel nou even wat je al die tijd aan het doen bent. Ja, overleven. Ja, waar? In de grotten. Gewoon, je bent aan het minen? Nee. Wat dan? Blokjes aan. Een bij! Oh. Oké, dan ga ik deze... Ik ga deze plek onthouden hier. Dus een beetje hier. Ik ga screenshot maken zo. Hoppakee. Dus voor de volgende aflevering heb ik een... Oh, zelfs 2 bijenkorven gevonden. Als die dan allebei meenemen, kunnen we een bee farm maken. Dat ja. Touch, ja, daarom. Dat moeten we dan doen. Volgende aflevering. Deze aflevering. Volgende aflevering. Vorige aflevering? Aankomende aflevering? Nee, de vorige vond ik ook wel een goed idee. De vorige? We doen het al de vorige aflevering. Ja, toen hebben we dit gedaan. Zou je dat nou zien? Klik dan. Op de vorige aflevering. Justin, heb je nou mijn hout zitten nakken? Ja. Je hebt mijn hout genakt, hè, Justin? Ja. Hey, weer een... Jezus, wat is dit? Een grote ruined portal? Wow! Vet, hè? Echt heel vet cool. Vet, hey, een golden apple. Die hadden we nog niet. Zo, een golden apple. Die hadden we wel, maar ik neem even goed mee. Jezus, dit is echt heel groot. Thanks. Hoe dan? Hadden we deze al? Oh, ja, jongens. Daar gaan jullie, sukkels. Hé hey joh, doe eens even... Ja, nog één keer iets onder en iets negatiefs en ik boycott dit hele seizoen. Het seizoen? Ja. Er komt toch nog een seizoen? Border Survival seizoen 2. Gewoon hetzelfde game mode, inderdaad. Zelfde map, gewoon precies hetzelfde. Maar dan met andere leukere mensen. Ja, dan gaat Max weg. Oh, die was een goede comeback, Maar dan krijg je Obsidian, toch? Hadden we deze zo? Ja. Ik denk het wel, ja. Oh, een cherryboom! Of nee, niet een cherry, een poepieboom. Hoe heet dat? Poepieboom, ja, zo heet ja, kijk, jullie gaan het zo zien. Wacht. Oeh, dat ga ik heel snel fixen. De poepieboom. Een poepieboom, ja. Kijk, en dan kan ik precies een schaar maken, waardoor ik deze
En deze kan. En hieronder zit, als het goed is, deze. Mag ik heel eventjes de vergelijking met Poepie? Nee, wacht even. Dit is echt, wat ik nu ga doen is echt geweldig. Oh ja. Dan kijk daarop, hè. In 3, 2, 1. Wat nou, Route Dirt? Hoe komen wij aan Route Dirt? Dat heeft Justin allemaal gemaakt. Gemaakt? Je kan Route Dirt niet maken. Ja, echt wel. Helemaal niet. Echt wel. Nee. Hoezo Route Dirt maken? Dat is niet waar. Jawel, met gravel en dirt. En dan heb je Route. Nee, dat is course dirt. Ja, maar dat andere kan je ook gewoon maken. Nee, Route Dirt kan niet, maar dat is best wel moeilijk om te krijgen. Moet je ons zo'n boom vinden. Ja, dat heb ik waarschijnlijk toegevonden, omdat ik beter ben. Nee, ik heb geen idee hoe we dat al hebben dan. Ik vind het de grens. Waarschijnlijk uit zo'n Azalea cave. Maar ik heb echt een goed afsluiting van deze aflevering. Oh, kut. Nou. Ja, dat zie je straks. Ja, oké. Jij hebt een goede afsluiting voor straks. Ja. Ben ik wel heel benieuwd. Verwachtingen zijn hoog. Ja. En ik heb een testpersoon nodig. Rick. Max. Ik was eerder. Steenpie Schaar. Ik ben leuker. Doe het zo. Doe het zo. Oké, dus doen we zo. Als we bij elkaar zijn op het moment. Dus we weten wat het is wat we gaan doen. En er staat nog zo'n Azalea ding. Het is best wel cool. Die jungle loopt echt gewoon door aan het strand. Dat ziet er best wel cool uit. Wat is zalmal, toch? Alleen sommige vissen moeten nog in een bucket. Oh. Ja, maar ik heb geen bucket bij me. Nee, ik weet niet. Nee, maar een bucket of fish is maar één ding. Ja, ja. Nee, maar je hebt ook bucket of kot. Nee, ja, dat is waar. Een bucket of kot. Nee. Bucket of kot. Rauwkot. Rauwkot. Beetje vies, zo je nou zegt. Gebakken kot. Hoe zou dat eruit zien? Zo'n pannenkoekje. Stop alsjeblieft. Ga op pannenkoekje. Huh? Oh, die oren hadden we gewoon nog niet van lapis lazuli. Nee. Ik al. Alles voor de wetenschap. En ik heb toch een goed experiment straks? Oh. Ja? Maar de vorige aflevering was ook iets heel leuks, hè? Weet je nog wat? Nou. Maar ik vond Max dat je heel leuk. Die zei... Oh, dat jij doodging. Ja. Dat was echt heel leuk. Wil je nog een keer... Oh, nee. Wat? Het is Justin. Nee, nee. Klonk overtuigend. Sebastian, dit en eruit. Nee, er is niks aan de hand. Hoe is het met Barry eigenlijk? Of ben je nou... Barry? Bernard? Ja, ik ben nu allemaal sugarcane weer aan het hakken, zodat Rick dat met Bernard kan traden. Echt? Ja. Hoeveel emeralds hebben we ergens? Hebben we genoeg? 5 heb ik er. Hoeveel... Hebben we iets meer nodig? Hoe duur was hij dan? 11 toch, Rick? Ja, volgens mij wel. Ja, 11 hebben we er nodig. Ik heb legit nu nog 3 minuten. Ja, dan moeten we snel zijn. Want koop een zilktuitboekje. Ja, daarom. Die hebben we nog extra nodig. Ja, extra. Want die is nu goedkoop. Okay. Die hebben we echt extra nodig. Hoezo? Ja, gewoon. Waarom klink je zo sarcastisch? Alsof er iets aan de hand is dat wij niet doorhebben. Ja, dat is misschien ook waar. Heb je een Silk Touch? Nog één? Nee. Ja, had ik er maar één. Ik ben verloren. Is hij stuk? Nee! Oh, is hij stuk? Justin. Justin, heb je er ook normale dingen mee gemind? Nou ja, ik moest omhoog. Ik denk, nou ja, ik heb een goede pick-up. Oh, Justin. Maar? Rick, snel heel veel papier maken en bij die ding uittreden. Ja, maar ik ben even druk. Ik kom eraan. Nee, die ding is bijna klaar. Kom op, Rick. Ja, maar ik ben even druk. Hoe lang heb je nog? Rick. Ja. Hoe lang duurt je ding is nog? 2 minuten. Rick. Ja. Silk Touch. Ik kom er nu aan. Het gaat bijna... Ik heb geen pickaxe en ik zit midden in een... Nee! Oké, ik ga mijn ding doen. Ja, wat, Justin, je bent je taken nu niet lekker aan het voldoen. Jawel. Ik zorg dat jij... Ik ben heel veel sugarcane weer aan het hakken hier ook, zo. Ik ben met mijn hand steen aan het hakken. Ik kom er zo snel mogelijk aan, Rick. Ik ben ook bezig. Heel veel sugarcane en papier. Ik moet zeggen, de schuur ziet er leuk uit van een afstandje zo. Thanks. Ja, dank alsjeblieft, Justin. Hey, Rick. Waar is die? Hoeveel heb je nog? Rick, hoe lang nog? 1 minuut. Oké, ik ben er. Het was 17, was het. Zo. Heeft iemand één boekje? Ik heb een boekje nodig. Ja, ik heb één boekje. Hop. Hier, en hier, nog meer van deze. 20 seconden. Ook even snel treden. 20 seconden. Nou, doe eerst maar een silk touch en dan maar daarna papier. Oké. 5. 4. Oké. Ik kan hem niet. En snel papier. Hij kan niet. Ik heb niet genoeg emerald. Ik heb 15 emeralds nodig. Hier. Ja, het is zeker al te laat nu, hè. Ik heb nog steeds tekort. Ik heb er 8. Huh? Ik heb je papier gegeven, toch? Oh ja. Oh, nu is zeker al te laat. Nee, ik heb nog een minuut. Oh, je bent echt een loser. Ga erin, doe het. Ik hoorde daar zo'n vieze stem. Ik wil XP, sorry. Ik kom nu letterlijk 1 euro tekort. Ik maak geen geintje. En ik papier, heb nu echt papier, nog een minuut. Papier. Jongens, papier maken, snel. Ik ga de emmer op. Hoeveel papier heb je nog? Pak de emmer op er maar uit. Ja, ik pak het nu. Ik heb er 1 nodig, letterlijk. Oh, er ligt er ook echt precies 1. Oh. Oké, okay, rennen, Rick. We hebben nog zo'n dat zorg, want Justin heeft een stuk gemaakt. Oh, om Justin's schuld. Alles voor de wetenschap. Alles voor de wetenschap. Heb je hem? Ik heb hem. Oh, oké. Okay. Die gaan we op een diamond pickaxe zetten. Die gaan we absoluut op een diamond pickaxe zetten. Maar gaat er nog eens uit? Ik heb nu 5 emeralds over. Hoe kan dit? Je hebt niet gekeken naar Hij was korting. Oh, je had er toch maar 11 nodig. Ik had er 10 nodig.
Oh, ik had gewoon genoeg. Rick, jongen, de stress voor niks. Ik zit denk, ik denk, hoe kom ik nou aan? Ik ga een golden apple opeten. Zo, lekker. Oké. Okay. Waarom doe je dat? Ja, was lekker, ik trek in. Oké, jongens, hebben we al goed. Hey, wat verkoop jij? Brown dye, bird sap, weer poep gewoon. Dingen die we niet nodig hebben. Alles wat we al hebben. Dood. Sterf. Nou, dit vind ik echt onaardig. Misschien heeft hij wel het leukste verkoop. Hij gaat dood. Hij sterft en hij zal nooit meer hier komen. Rick, geef eens een rondleiding. Ja, wacht even. Er zit hier een creeper. Ja, Rick, kijk, ik maak wel een pad door je ding zo. Hoppakee. Kijk, pad er doorheen. Nou, leuk is dat. Mooi. Kijk, we hebben hier een sniffer, maar die wil ik eigenlijk weg hebben. Want? Hoezo? Ja, omdat hier eigenlijk varkens moeten komen. Oké, dan hebben we hier kippen. Ja. Hier hebben we kipjes. Hier komen zo meteen de schapen. Ja, en hier de koeien. Nou, dat is leuk gedaan, Rick, van jou. Ik vind het ook heel mooi dat je dan een beetje, dat het ineens zo hoekerig is. Hoekerig? Ja, gewoon. Ja, vet, hè? Gewoon, ja, maar dat is een beetje natuurlijk, Justin. Ja. Kijk, zo kunnen we eruit. Ik ga nu even de schapen even naar binnen. Echt een leuke design van de schuur, hè? Ja, die vind ik dat zelf. Dat heb je leuk bedacht. Ja, dat heb je echt leuk bedacht. Ja, nee, thanks, jongens. Ik heb echt gewoon mijn best gedaan, weet je. Ja, dat zie je. Vooral de kleurencombinatie heb ik zelf gewoon, vind ik zelf best goed uitgekozen. Jij wel, hè? Ze hebben even helpen duwen, Rick. Ja, help maar even duwen. Ik ben een herder. Ik ben Ik ben een rottweiler. Ik ga even. Ik ben de Friesus erbij. Friesus erbij. Ik ga al die spruce saplings even hier plaatsen, dat die ook langzaam kunnen groeien. De rest mag dood, Rick. Is die wat je zo. Doet? Zo. Hoppatee. Oké, Justin, ik ben wel heel benieuwd wat jij in die tussentijd gedaan hebt om te veroorloven dat de pickaxe die jij gewoon gekregen hebt stuk is gegaan. Ja, ik heb gewoon wat spulletjes verzameld. Gewoon gemind. Ja, ik heb Lapras City, Lapras Soodly hoor. Ja, en that's it, gewoon ook. Ja, dat was het wel. Oh, jongen. Ja, maar ik had diamonds gezien. Stuk. Ik had diamonds gezien, die moest ik nog hebben. Maar toen kwam ik toen was het niet meer. Ik zei En ik moest nog charcoal. Ik heb ze doodgemaakt, Rick, sorry. Ja, dat geeft niet hoor. Okay. Ik moest een kool vinden als oor, kon ik ook niet vinden. Nou, dat is echt... en ik heb misschien al een stuk of 13 of 14 van die stomme skeletons en zombies en... Gewoon echt een goed Justin avontuur weer. Ja, maar toch heb ik iets gedaan. Toch heb je inderdaad iets gedaan. Wie heeft trouwens nu de Silverwatch? Jij? Nee, ik had hem aan Justin of aan jou gegeven. Je hebt hem niet gedropt. Ik heb hem gedropt. Nee, je bent aan het liegen. Nee, serieus. Wanneer heb je hem gedropt? Toen ik hem heb gekocht. Nee. Nee, je hebt hem nog. Je bent aan het liegen. Ik heb hem niet. Ik ga je nu doodmaken. Om nee, te testen. Nee. Ik heb 15 levels. Ik heb hem. Oké. Ik wist het. Oké, prima. Ik wil gewoon even een prankje doen. Nou, jongens, ik vind het een succesvolle aflevering. Justin, wat is je experiment? Wacht, voordat we dat gaan doen. Ja. Even kijken in de lobby. We zitten op 64%, jongens. Dat betekent dat we 5% omhoog zijn gegaan. Wat best wel goed is. Dat is serieus best wel goed. Volgende aflevering hebben we ook weer leuke dingen op de planning staan. Ik zoek iets. Ik zoek een stukje rails. Die hebben we hier gewoon in. Waarom ga je in het monumenthuis kijken? Moet je gewoon hier kijken. Ja, gewoon hier helemaal achterin rechts. Daar. Oh ja, thanks. Wat ga je testen? Dit gaat echt fout, hè? Ja, dit gaat niet goed komen. Ja, kut. Ik zie het al. Jammer. Oh. Wat? Ja, shit. Hoeveel damage zou dit doen? Dat vraag ik me af. Wacht. Ik ga het proberen. Mijn experiment. Oké? Okay? Nee, is het nou serieus het experiment wat ik wil gaan doen met de Minecraft en TNT? Nee. Iets anders. Kunnen jullie hieronder staan? Ja hoor. Het is een ander experiment dit. Wacht. Is het slim om hier te doen wat je gaat doen? Ja, een beetje richting de hoek hier. Kijk, als we nou een beetje zo gaan. Ja. Dan doen we niemand pijn. Nee. Oké? Kunnen jullie hier staan eronder? Ja hoor, kan wel. Ja? Ja. Oké, ik ga testen of het werkt. Werkt dit? Oh! Oh. Het werkt wel heel goed. Zo. Was dat jouw experiment, Justin? Misschien. Oh mijn god, ik had niet verwacht dat het gat zo groot zou worden. Justin heeft nu de showclutch, dus dan weten we dat even. Oké, Justin, kan je alsjeblieft ergens veilig neerleggen. Alsjeblieft. Oh nee, voor de volgende aflevering neem ik hem gewoon weer mee naar de volgende avontuur. Dit gat, jongen, nu. Nee, Justin, je... Heeft iemand een ex die me kan helpen met dit weghakken? Ik heb geen ex. Nee, je hebt ons opgeblazen. Oh jee, ga je levels trouwens, Rick. Ik had echt superveel levels. Maar het was ook echt gewoon instant. Het was echt gewoon boom, dood, klaar. Ik zag dat ding had niet, ik had niet eens een reactietijd. Ik ben er ook nog steeds een beetje beduust van. Ja, beduust? Beduust. Een duur woord. Ja, maar ik ben ook best duur. Oké, jongens. Het is tijd om deze video af te sluiten. En gewoon
vrolijk met z'n allen een outrootje te gaan doen. Als we het pad even terug kunnen bouwen, dat we met z'n allen hebben gesloopt. Auw, dat heeft pijn. Je kijkt ook echt de andere kant op, alsof jij niet was. Hier, dat pad ging een beetje zoals dit, zo. Hoppakee. En dan een beetje zoals dit. Kijk, een beetje zoals dit. Een beetje zo. Hoppakee. Kijk, zo ging het pad ongeveer. Ja. Nou jongens, ik vond het een leuke aflevering. We hebben veel gedaan. Ja, ik ook. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Sorry dat ik mijn Content Veen outfit aan heb. Niet dat... Alsjeblieft niet doen. Heeft iemand een flinterstiel bij zich toevallig? Maar dat zou het zijn, als iemand een flinterstiel bij zich had. Oké, jongens, in ieder geval dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Oh, dat pad is net gerepareerd. Nou, terwijl ik eerst in het pad hier op de achtergrond aan het repareren zijn. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin is ook heel veel gebeurd. Heel leuk video om nu te kijken. En nu spreek ik later. Glaasje water. Vier flesjes bier tot de volgende keer.